Kuipers. Het eerst eigenlijk echt op de helft van PSV richting de tweede paal. Waar Gakpo moet mee verdedigen, maar dat niet goed doet. En dan is het ineens raak. Liedberg, 1-1. Zou dit nog wat kunnen opleveren met Edvardsen. Edvardsen, goede goal zeg. Uitstekende goal van de Noor. Zowel vorige week als vandaag heeft hij al een aantal aardige dingen laten zien. Die Edvardsen op het juiste moment bediend hier. En vervolgens is hij zeer overtuigend in zijn afronding. Hij gaat de bal naartoe. Iets is helemaal vrij. Het terugkoppen, het schieten en die bal valt erin. Go Ahead leidt met heel veel mazzel. Del verdedigt. Lindhorst. Maar daar kan je. Krijgt hem voor en het doelpunt. Het is Liedberg en het is 2-0 voor Go Ahead. Kuipers, dat is nog goed en daar is toch nog de 3-4. Edvardsen. En deze is binnen. Ja, die was niet zo moeilijk. Die werd daar keurig pan klaargelegd. En Go Ahead tegen de verhouding in. Maar ja, wat maakt het uit? Bobby Adekani. Feilloos binnengeschoten. Hoekschop. En let op, die wordt prettig verwerkt voor Go Ahead. En dan laag en hard. Daar is over nagedacht. En komt hij binnen voor Go Ahead. Is het Kuipers die de bal als laatste binnen tikt? Uiteindelijk de aanvoerder van Go Ahead. Dat is een enorme tegenvaller voor Volendam. Dat als er al een ploeg op voorsprong zou komen, dan zou het toch Volendam zijn. In Volendam met 2-1. En nu met 3-1. Bij de tweede paal maakte wat afspraken. Het is weer Kuipers. Het is Kuipers die daar bij de tweede paal uiteindelijk de bal binnenschuift. 3-1 voor Go Ahead. Volgende kans. Volgende kans. En dan gaat hij er wel in. En de afsprong mag groot zijn. Van Edvardsen. Voorzitter achter Liedberg. Maar daar is Edvardsen. En dit is technisch heel knap gedaan. En dit ook. Het is meer weer voor een buikstuiver eigenlijk, zou je zeggen. 2-0 voor het Eagles. Kijk weer goed naar die nummer 23 van Go Ahead Eagles. Die slim positie komt goed voor zijn man en dit is echt heel knap gedaan. Stokkers die kregen van Berre. Berre voorbij en dan wordt hij binnengetikt. Daar is het momentje voor Go Ahead. Daar is het momentje voor Go Ahead. En het is de IJslander Willemsson die hem maakt. En dus hebben zij veel plezier. Stokkers krijgt hem van Berde. En Stokkers zet hem hier al aardig. Heel aardig neer waar dan Blind wel glijdt. De bal voorbij aan Berde gaat. Maar dan ook voorbij aan Blind. En dan is daar Willemsson. Geweldige sfeer in de Adelaarshorst. Levert het nog wat op. Voorzet Kuipers. Noppert haalt weg. Willemsson. En nu van dichtbij. 1-1. Toch de goal van Stokkers. Wat een ontlading bij de supporters van Go Ahead. Eindelijk zit hij erin voor de ploeg van Haken. Noppert is gepasseerd. En dat wordt hier gevierd. Dan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Helmondsport. En hier de 1-0. Doelpuntenmaker Itzes. Helmondsport de nummer 19 in de keukenkampioendivisie en Go Ahead staat 13 natuurlijk in de Eredivisie. En de vroege voorsprong, afvallende bal ineens genomen door Rommens. Krijgt de bal terug, Philip Rommens. Oh, dit is een mooie zeg. 2-0. En zo kent Go Ahead Eagles weinig problemen met Helmondsport. Rommens met rechts, doelman kansloos. En daar is de 3-1, met wat fortuin. Zo. Eigenlijk een goal die rechtsgeldig is. Al ingebracht. Liedberg kan ook vrij inknikken. En zo is het heel snel alweer gelijk. 1-1. Ingehouden vreugde bij de spits van Go Ahead Eagles. Die zijn derde van het seizoen maakt. Prachtige voorzet van Edvardsen.
Adekanje, nou, die krijgt hem in zijn schoot geworpen. En zo is het 2-1 voor Go Ahead Eagles. Via Bobby Adekanje. Willemsson, goed gevoetbald. Adekanje, geen buitenspel. Als hij opkijkt, dan ziet hij dat er versterking onderweg is. Dan wordt het hier 3-1. Uitstekend uitgespeeld door Go Ahead. Maar de vlag omhoog voor buitenspel. Dus is deze salto misschien een beetje voorbarig. Hij zou nog zijn vijfde van het seizoen al hebben gemaakt. Ja, inderdaad. Het is een goal en zo is het 3-1 voor Go Ahead. Dat is het voordeel van de VAR. Met twee keer feest hier. Adekanje, Willemsson en daar de sluiting. Oh, de goal! Vallend valt Willemsson de 1-0 binnen. Seymour. Hier Adekanje. Adekanje, Adekanje! In 2 minuten tijd. 2 treffers. Willemsson met 1-0. Adekanje met de 2-0. Liedberg. Als de bal eroverheen stuitert. En dan is dit Liedberg die er 3-0 van maakt. Op het uur. Zo'n lange bal van achteruit. Stuitert over alles en iedereen heen. Velsen. Wat levert de vrije trap op? Fernandes. Legt die bal daar keurig neer voor Willemsson. En die gaat neer. En Manschot maakt weer een rondje. Moet weer wachten op het oortje. En wat beslist? Ja, strafschop voor Go Ahead. En dan een kaart voor Evering. Hoe rustig is Willemsson? Die is heel rustig. Nu dan toch de trap van Rommers. En schitterend raak. Eerste doelpunt van het seizoen voor Philippe Rommers. Hij was er al zo vaak dichtbij. Dit is de perfecte vrije trap. Oh, daar zit Flamingo mis. Liedberg. Veel steun, onder andere Adekanje is er. Hij doet het veel te lang alleen. En hij heeft toch nog het schot en dat is raak. Dat is weer Rommers 2-0. Zo scoor je maanden niet. Zo maak je er 2 in 20 minuten tijd. Flamingo dacht te kunnen onderscheppen. Liedberg wint op kracht. Haalt de trekker over en zorgt voor 2-0.